Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Welkom weer in mijn klaslokaaltje. Helemaal prachtig. Dit is weer een back to school video. En zoals je hier ook alweer ziet staan, dit is een school Q&A. Ik heb namelijk een oproepje gedaan. En ik heb best wel veel vragen gekregen over gewoon heel mijn schooltijd, mijn eigen persoonlijke dingen, tips voor jullie. En die zal ik eventjes laten weten. Waarom heb je de opleiding gekozen waarop je nu zit? En hoe ben je op die keuze gekomen? Nou, dat vind ik een hele goede vraag, want bij mij ging dat ook niet 1, 2, 3. Want ik wist eigenlijk heel erg lang niet wat ik wilde worden. Nu eigenlijk nog steeds niet precies, maar dat is een ander verhaal. Ik ben in de derde klas, want ik deed 4 jaar middelbare school in de TVMBO Theoretische Leerweg. Ben ik gaan kijken bij wat opleidingen, bij wat open dagen van scholen. En toen ben ik erachter gekomen dat ik niet de zorgrichting op wilde. Ik wilde iets creatiefs doen. Dus toen ben ik bij van die creatieve scholen gaan kijken, zoals Nimeto, Media College, Grafisch Lyceum Utrecht, Rotterdam. En toen ben ik erachter gekomen dat ik iets wilde doen in de grafische richting, iets met media, dat soort dingen. En toen ben ik uiteindelijk beland bij Grafisch Lyceum Rotterdam en Utrecht. Ik heb me daar toen allebei aangemeld. En ik mocht als eerste langskomen bij Grafisch Lyceum Utrecht, waar ik dus nu ook zit. En dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke school. En daar ben ik meteen ook aangenomen. En dat is ook een hele nieuwe opleiding. En het was zeg maar ook een hele brede opleiding. Omdat ik niet precies wist wat ik wilde. Daar leerde ik eigenlijk allemaal dingen van heel de school. Dus ik maak nu flyers, posters, games, websites, foto's, video's, eigenlijk heel erg breed. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk om te doen. Toen was ik daar meteen aangenomen en ik vond Utrecht een veel leukere school dan Rotterdam. Dat was iets persoonlijks van mij. Toen heb ik Rotterdam afgezegd en ben ik naar Utrecht gegaan. En zo ben ik eigenlijk een beetje op die keuze gekomen. Ik heb even goed rondgekeken en dat doe ik dus nu eigenlijk al. En ik vind het een hele leuke opleiding. Is de eerste klas veel moeilijker dan groep 8? En dat is een goede vraag. Voor mij is het al wel eventjes geleden, want ik zit nu in de tweede van het mbo. Ik heb dus al de basisschool gehad, de middelbare school gehad en ik zit nu dus eigenlijk al op de helft van mijn mbo. Nou is groep 8 dus wel een tijdje geleden, zoals ik al zei. Ik denk dat de school het grootste verschil is. Natuurlijk op de basisschool zit je heel de dag in één klaslokaaltje. En in de eerste klas, ja, daar wissel je iedere keer van lokaal. Je hebt verschillende docenten. En je hebt natuurlijk wel een stukje meer huiswerk dan in groep 8. Maar dat ligt natuurlijk ook aan elke school. Hoeveel huiswerk je hebt en hoeveel huiswerk je had in groep 8. Dat moet je eigenlijk zelf maar mee gaan maken. Maar de andere vakken, het wisselen van de klaslokalen en de verschillende docenten, zijn denk ik wel het grootste verschil. Wat is handiger voor economie? Een ruitjeschrift of een lijntjeschrift? Ik gebruikte zelf altijd een lijntjeschrift. Ja, je moet ook gewoon dingen opschrijven. Economie is niet alleen maar berekenen. Het zit er wel veel bij. Maar het is niet alleen maar berekenen, ook met lijntjes. Dus ik vond lijntjes een stuk handiger. Desnoods kan je er nog een klein ruitjeschrift bij kopen. Want die heb je tegenwoordig ook. Gewoon zo'n klein formaatje en niet meteen zo'n groot wiskundeschrift. Hou je meer van de basisschool of van de middelbare school? En dan vind ik dit best wel een lastige vraag. Ik hoor altijd van zoveel mensen dat als ze eigenlijk al later aan het werk zijn, dat ze terug willen naar de middelbare school. En nou moet ik heel eerlijk zeggen, heb ik dat niet zo erg. Ik vind mijn school waarop ik nu zit, het mbo, eigenlijk veel leuker dan de middelbare school. Maar dat komt omdat je iets doet wat je zelf heel erg leuk vindt en een vak die je stom vindt, die heb je niet echt meer. Dus dat is wel anders. Maar de basisschool was natuurlijk wel gewoon lekker chill. Je was natuurlijk een stuk jonger. Je hoefde niet overal aan te denken. Ja, je had nog niet zoveel verantwoordelijkheden. Vooral de kleuterklasse. Ik denk dat ik dan toch maar eventjes gewoon ga voor de basisschool. Omdat je daar gewoon lekker vrij kan zijn. Lekker klein kind kan zijn. En niet aan veel hoeft te denken. Heb je tips of advies voor het maken van nieuwe vrienden? Nou, dit vertelde ik eigenlijk ook al in de tipvideo voor brugklassers. Dus als je die nog niet hebt gezien, moet je daar eventjes kijken. Maar in het kort, eigenlijk moet je er niet bang voor zijn. Iedereen vindt zo'n eerste dag heel erg spannend. En iedereen is best wel een beetje angstig dat hij geen nieuwe vrienden krijgt misschien. Maar wees gewoon jezelf. Dat is echt het allerbelangrijkste. En dan komen er vanzelf wel mensen op je af. En dan leer je wel mensen kennen. En dan komt het vanzelf wel goed. Stap zelf ook even op mensen af. Ga gewoon met mensen praten. Want als jij met mensen praat, dan kom je erachter wie het is. Wat diegene leuk vindt. En dan kom je misschien wel bij iemand met dezelfde hobby's. En zo ontdek je vast wel je nieuwe vriendengroep. Wat droeg je op de eerste schooldag? Nou, ik heb hier een foto van... nou, dit is mijn eerste schoolfoto. Ik weet niet of je hier mij nog op ze vindt lijken, maar zoek maar even de verschillen. Stem maar in de poll. Vind je mij hier nog op lijken of ben ik veranderd? Maar dit had ik dus aan, ik weet nog precies. Dit was eigenlijk een hemdje had ik eronder. En dat was eigenlijk een soort van wat korter navelshirtje. Maar ik had er wel voor net uit een hemdje onder gedaan. En had die van die glitterogen. Het kwam van de Cool Cat. Vond ik toen echt helemaal leuke kleding.
En ja, dat had ik aan. Dat was apart. Ja, toen was het hartstikke leuk. Ik zou nu echt denken, dat had ik niet aangedaan. Maar goed, het is gebeurd en ik had het aan. Ik kan er ook niet zoveel aan doen. Ik voelde me daar toen goed in, toen mezelf. Dus dat is helemaal prima. Hoe snel had jij vriendinnen op de middelbare? Nou, ik kan jullie vertellen, ik hoorde niet bij dat populaire groepje. En ik was ook niet helemaal loner. Nou ja, dat is dus eigenlijk een goed teken. Ik had gewoon een beetje verschillende eigen vriendengroepen. Ik was eigenlijk altijd een beetje dat meisje. Ik vond iedereen wel aardig. Ik kon met iedereen wel opschieten. Ik had soms wel betere vriendinnen. En ja, ik had niet overdreven veel vriendinnen. Maar ik had wel gewoon goede vriendinnen. En dat is ook veranderd. Ik had aan het begin die paar vriendinnen. Maar dat loopt gewoon in het loop van het eerste jaar gaat het soms gewoon een beetje veranderen. Want ik zat aan het begin van het jaar naast eens een meisje. En die was toen heel aardig. Later werd ze wat minder. En toen heb ik nieuwe vrienden leren kennen. Dus het komt allemaal vanzelf wel goed. Ik ben ook goed terecht gekomen. Hoe was de eerste schooldag op alle scholen? Nou, ik weet het van de basisschool natuurlijk niet meer. Dat is echt veel te lang geleden. Van de middelbare school weet ik het nog wel ongeveer. Ik kwam niet als een van de eerste aan de klas. Ik was dus best wel een soort van laat of zo. Dus iedereen zat al in die klas en er waren nog een paar mensen die zeg maar nog alleen zaten. Dus ik moest kiezen dus uit al die mensen. Maar ja, die mensen ken je dan nog helemaal niet. Dus je weet nog helemaal niet naast wie je moet gaan zitten. Dus ben ik maar als een random persoon gaan zitten. En ja, dat was toen op zich wel gezellig. Van mijn mbo weet ik natuurlijk nog veel beter. Dat is pas een jaar geleden. Op de eerste schooldag was mijn trein. Die reed niet. Nou ja, mijn tweede trein, want ik moest een overstap maken. Dus ik had een probleem. Dus ik kwam iets later. Gelukkig waren er ook nog mensen die echt een uur later kwamen. Dus ik was niet de enige. En ze waren nog niet echt begonnen. Iedereen stelde zich voor, leuke vragen. Leerde iedereen kennen. En ik was best wel bang eigenlijk dat... Ik ben namelijk best wel jong. Ik ben 16 en ik word in oktober pas 17. Ik ga nu naar het tweede van het mbo. En ik was heel erg bang dat er heel veel oude mensen zouden zitten. De oudste jongen uit mijn klas is 25. Dus dat is best wel een stukje ouder dan mij. Maar op zich maakt het niet heel erg veel uit. Er zijn ook veel mensen van mijn leeftijd of 17, 18. En daar kan ik gewoon heel erg goed mee opschieten. Iedereen is gewoon heel aardig voor elkaar. En je hebt een beetje dezelfde interesses. Dus dat is heel erg leuk en je respecteert elkaar. In de eerste week deden we allemaal kennismakingsspellen. Denk je hem spellen, dat is super kinderachtig als je 16, 17, 18 bent. Maar het waren echt van die leuke dingen. En dan leerde je elkaar ook wel echt beter kennen. En het is misschien wel grappig. In de eerste pauze zat ik bij meiden die... Waar ik nu helemaal geen contact meer mee heb. Ja, eigenlijk ook omdat ze van de opleiding af zijn. Nu heb ik gewoon andere vriendinnen. En dat loopt gewoon een beetje vanzelf. Je moet gewoon een beetje iedereen leren kennen. En dan merk je vanzelf wel bij wie jij eigenlijk soort van past. Ben je wel eens blijven zitten? Nee, ik ben dus nog nooit blijven zitten. Ik ben juist soort van omhoog gegaan. Want in groep 1, toen gingen wij verhuizen. Dus toen heb ik een stukje van groep 1 niet meegemaakt. En toen kwam ik op mijn nieuwe school. En toen zei ze, ja, laat maar, ze is wel goed genoeg voor groep 2 al. Dus toen heb ik een soort van half jaar groep 1 overgeslagen. Waardoor ik nu dus 16 ben en eigenlijk al in de tweede van het mbo zit. Ik wil eigenlijk nog een klasje terug, zeg maar. Wat is je leukste vak op school en wat vind je helemaal niks? Nou, ik zal beginnen met wat ik helemaal niks vind. Yes, ik vind Engels namelijk echt niet leuk. Ik ben namelijk heel erg slecht in Engels. En als je ergens niet zo goed in bent, dan vind je het volgens mij automatisch minder leuk. Ik ben het afgelopen jaar wel leuker gaan vinden door mijn lerares van Engels. José, vond ik echt een hele aardige vrouw. Ze hielp me altijd heel goed. Daardoor heb ik ook van meer vertrouwen gekregen in mij en Engels. En daar ben ik ook wel iets beter door geworden misschien. En mijn leuke vak is denk ik, ja, nu momenteel gewoon alle creatieve dingen. Waar ik gewoon lekker mijn creativiteit kan uiten bij de dingen op de computer, Photoshop, alle... Leuke creatieve dingetjes eigenlijk. Heb je leuke vriendinnen? Ja, ik heb hele leuke vriendinnen. Ik had op een middelbare school ook hele leuke vriendinnen. En ik heb nu ook nog hele leuke vrienden. Verschillende mensen. Ja, hartstikke gezellig allemaal. Ik weet niet of ze dit zien, maar anders vind jullie altijd hartstikke gezellig. Ik lees ook van veel mensen dat ze zenuwachtig zijn voor de eerste schooldag. En dat kan ik wel begrijpen. Ik had ook wel een beetje gezonde spanning, laat ik het zo zeggen. Maar eigenlijk is dat helemaal nergens voor nodig. Het verloopt vanzelf en ja, het gaat eigenlijk allemaal wel zijn gang. En als jij gewoon jezelf bent, dan komt het allemaal wel goed. Wat is de leukste schoolopdracht die je ooit hebt mogen doen voor school? Nou ja, ik ga nu even uit van mijn mbo, want wij werken daar in projecten. En in elk project heb je een ander onderwerp, een ander thema die je aankaart, zeg maar. Nou, ik kan wel iets laten zien waar ik heel erg trots op ben. Misschien kan ik nog wel een keertje een aparte video maken over mijn opleiding zelf. Maar we hadden een helden van de schaatsgame. En toen moesten we een schaatsgame maken voor oudere mensen. Toen heb ik dit poppetje gemaakt.
En dat is een oude oma als superheld. Ook hadden wij een keertje een Nike project. En toen moesten we dingen voor een Nike winkel gaan ontwerpen. Niet in echt hoor. Maar toen moest je ook een promotiefilmpje maken over dat Nike duurzamer zou worden en zo. Toen heb ik mijn zusje gebruikt als model. Die heb ik zo laten lopen. Toen heb ik een tekst bedacht. En die heeft mijn vader ingesproken. Want die heeft echt zo'n goede radiostem. En ik heb het zelf geëdit met een effectje eroverheen en zo. Vond ik echt best wel cool geworden. Oh, dit is ook wel een cool iets. Want dit was een van onze eerste projecten. Moesten we een website maken voor ouders. Dat ze hun kinderen veilig met het internet kunnen laten omgaan. Toen heb ik deze website zo ontworpen. Het is niet een echt werkende website. Maar het is gemaakt in Photoshop. En daar was ik best wel trots op. Hoe kun je het beste leren? Dit is best wel een lastige vraag. Want iedereen moet een beetje voor zichzelf ontdekken eigenlijk. Wat jouw manier is. Leer jij met kleurtjes? Leer jij gestructureerd? Leer jij in stukjes? Wat vooral heel erg handig is. Je kan namelijk niet in één keer lappen tekst lezen en leren en onthouden in je hoofd. Leer het stukje voor stukje. Desnoods met beloningen. Als je dit stuk hebt geleerd, dan mag je er even 5 minuten op je telefoon. Of dan mag jij een snoepje eten. Ja, onderzoek eigenlijk een beetje wat jij voor jezelf heel erg fijn vindt. Sommige mensen vinden het ook heel erg handig om samenvattingen te maken. Daar kunnen ze van leren. Dat kan ook. Opdrachten maken is ook heel erg handig. Dat is vooral bij dingen zoals wiskunde. Want daar kan je het niet echt leren. Je moet het daar echt maken en oefenen en oefenen. Dat je het ook echt kan. Vraag ook aan medeleerlingen hoe zij die toets hebben geleerd. Of hoe ze dat gaan leren. En zo kun je ook weer van elkaar leren. Dat was dit denk ik de laatste vraag. Ik vond het eigenlijk best wel leuk om dit soort tips en mijn ervaringen te delen en te geven. Als ik zoiets vaker moet doen, laat het even weten in de reacties. Als jullie nog meer vragen hebben, laat het ook even weten. Dan zal ik ze in de reacties misschien wel eventjes beantwoorden. Zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren. En veel plezier en succes op school. Doeg!